Hoi, mijn naam is Christopher van Balen. Samen met Noortje maak ik een kunstpodcast, dat kan mijn kleine nichtje ook. En ik heb een kunsttempo. Eigenlijk, alles in mijn leven draait om kunst, om het lekker theatraal te maken. Een van mijn favoriete werken is het werk van Mark Rothko, Grey Orange on a Room, van de Boijmans van Beuningen. In het Stedelijk Museum Schiedam, die een tijdje dat werk mocht lenen, hadden ze een aparte ruimte ingericht waar je 1 op 1 10 minuten met dit werk kon zijn. Dit was een hele unieke ervaring, maar precies zoals Mark Rothko dat wou. Sommige mensen bij het kijken van zijn werk breken in tranen uit. En dat was ook niet zo gek. Mark Rothko heeft gezegd, bij het maken van mijn werk zijn er zoveel grote emoties in spel, dat ik zelf ook in tranen uitbrak. Mark Rothko moet je zien als een ontzettend getormenteerde ziel. Een Rus die naar Amerika moest vluchten, zijn vader overleed. Hij was ontzettend intellectueel, maar op school wou het ook niet lukken. En hij wou zijn verhaal eigenlijk met de wereld delen. Nou, dit vond hij in de kunst. Hij hield van de grote verhalen uit Europa, van de mythische verhalen. Want daar zat de kern van het leven in. De dood, tragedie, liefde, en dat wou hij aan ons vertellen eigenlijk. Hij deed dat in het begin met hele symbolische werken, maar dat lukte niet. Bij het zien van een werk van Rembrandt, het Joodse bruidje, en bij een werk van Matisse zag hij, ik weet het, het moet met kleur. Met kleur breng je emoties over. En toen ging hij dat maken. Hij ging dus hele grote kleurvlakken schilderen. Maar het zijn niet alleen maar 3 kleuren die je vaak ziet. Het zijn heel veel laagjes kleur. Er zitten wel tientallen kleuren in zijn werk. Dat geeft dat werk een ontzettend diepe laag. En emoties, zoals je weet, zijn vaak erg diep in de ziel. In een reis naar Europa zag hij in een kapel het werk van Fra Angelico. Die kapel en dat werk was ingericht zodat de monnik zo met God kon praten. Nou, dat vond hij het allerheiligste. Dat was het hoogst haalbare. Hij wou dat ook. Hij wou communiceren via zijn ziel met ons. Eenmaal terug in Amerika heeft er een echtpaar een grote opdracht voor hem. Zij hadden een kind verloren en zij wouden hun verdriet kwijt. Ze besluiten een ontzettend grote kapel te maken met het werk van Mark Rothko, zodat als ze daarin zaten, ze eigenlijk stil konden worden en zo het verdriet verwerken. Nou, dit is toch een prachtige opdracht. Hij maakt daar werken voor en het lukt. Helaas maakt hij die opening niet meer mee. Doordat het werk zo intensief is, krijgt hij hartfalen. Als hij bedenkt, als ik niet meer kan werken, dan heeft het leven gewoon echt geen zin meer voor mij. En hij berooft zich van zijn leven. Maar zijn doel is wel bereikt. Want met mij zijn er dus heel veel mensen die ontroerd raken door zijn werk. En dat is echt iets heel bijzonders, vind ik. Gelukkig hebben wij 2 Mark Rothko in de Nederlandse collectie. Eentje in het Stedelijk Museum Amsterdam en eentje in het Boijmans. Als die musea dadelijk weer eindelijk open zijn, ga er nou eens heen. En ga ervoor zitten, lange tijd, samen met iemand of alleen en kijk wat er gebeurt. Ik hoop heel veel.